Een klein legertje aan journalisten en andere geïnteresseerden bezocht de persconferentie die door Passant georganiseerd was in de haven van Oostende. We zijn hier vandaag met Passant samen met partner Bijtafans. Zij stellen hun slim hekwerk achter mij voor. Dat hekwerk bestaat er eigenlijk in dat indringers gedetecteerd kunnen worden wanneer ze over of door het hekwerk willen raken. En we hebben vandaag de pers uitgenodigd. Er is veel pers aanwezig. Om samen met burgemeester van Oostende, Bart Tommelijn, de eerste echte test te doen. Natuurlijk lukt het de burgemeester niet om ongemerkt het terrein te betreden. Hij legt de pers graag uit waarom het voor Oostende zo van belang is een beveiligd terrein te hebben. Er zijn weinig havens die zo dicht bij een stad kunnen liggen. En het is de bedoeling dus dat wij de haven zeer goed beveiligen en zorgen dat we met dergelijke systemen ervoor zorgen dat er geen indringers de haven binnen kunnen. Achter mij zien we de eerste 60 meter hekwerk die nu geïnstalleerd is. Dit is een proef- of een testopstelling in het kader van het project Passant. Dit gaan we nu uitvoerig testen samen met Securitas en samen met Bijtafans om te zien dat het wel degelijk een deugdelijk hekwerk is. Wij mogen wel stellen, dit is een mijlpaal. We hopen nu natuurlijk ook dat tijdens de testfase dat er geen onvolkomenheden aan het licht komen, want wij willen effectief wel dit systeem gaan promoten, actief gaan promoten naar havenbedrijven toe, met de garantie dat dit op lange termijn voor hen een zeer goede oplossing zou kunnen betekenen. Het hek zelf is de eerste input, dus het hek zelf is een mechanische input naar detectie toe, indringen, overklimmen en andere zaken. En die informatie wordt dus door ons SOC, Security Operations Center, verzameld en ook geanalyseerd. De innovatieve hekwerken worden mede ontwikkeld in het kader van het Interreg Passant project.